Hallo, mijn naam is Peter Baartmans en ik ben net klaar met de allereerste demo van de Yamaha Genos 2 in België bij Van der Moer Instruments. Als u geïnteresseerd bent in een Genos 2, ga dan naar een van de winkels van Van der Moer Instruments in Nederland of in België. Peter Baartmans. Dankjewel. Dankjewel, Jeroen. Ja, ik ken Bert al heel lang. Ik weet nog goed, we waren allebei nog piepjong toen we eens een hele mooie demonstratie hebben gehad in Château, daar bij Brussel, hoe heet het ook alweer? Ja, dat was heel mooi. En er was François Glorieux was daar nog bij. Ja, en die was toen al oud. Dus die zou nu heel oud zijn. Dus ja, ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik ook... gisteren hadden we de première in Nederland, vandaag de première in België, dat ik dat mag doen. En eerlijk gezegd doe ik dat al sinds 1981. Ik ben in november 81 voor de importeur destijds van Yamaha begonnen om keyboardjes en toen nog orgels te demonstreren. En ja, nu ben ik nog steeds hier en het is gewoon ongelooflijk het instrument. Er is geen USB-stick. Ik heb natuurlijk wel registraties gemaakt. Ik heb natuurlijk me voorbereid. Hè. Ik heb speciaal voor jullie. Gisteren was ik nog niet zo goed voorbereid. Maar ik denk, ja, voor België moet je echt heel goed voorbereid zijn. Dus ik heb echt nog een beetje mijn best gedaan. Dat wil ook zeggen dat ik nog een beetje van mijzelf opgeschreven... Als ik een liedje hoor en dan schrijf ik dat gelijk even mee uit. Dat heb ik dan, ja, dat gaat dan eigenlijk ook vanzelf. Maar ik zou zeggen vanavond... Laten we nou gewoon eens beginnen met een stukje muziek... waar het instrument uiteindelijk vandaan komt. En dat is Japan. Want het is nog steeds een Japanse makelij officieel. Dus alles is gewoon wat erin zit. Dus ik heb niks, ik heb nog niks geëdited. Ik heb niks toegevoegd van songs of styles. Het is gewoon hoe het is. Zo mogen we het eigenlijk wel zeggen. Oké, we zijn weg. Ja, dat is een hele andere muziek dan waar we eigenlijk normaal mee beginnen. Maar als u goed geluisterd heeft, je hoort fantastische drums. Je hoort ook heel veel prachtige galm. Hè, dus er zit een hele goede reverb in. En wat we ook hebben, en dat is FM-synthese. Dat wil zeggen, hier zit echt technisch gesproken de originele DX7 uit de jaren 80 in. Dus we hebben AWM. Dat heeft de Genos ook. Alle geluiden uit de Genos zijn AWM, is de technologie. Dat betekent, het zijn gesampelde geluiden. Dus ze hebben het geluid opgenomen, gesampeld
En dat zit dan als een geheugentje in de klank. En FM-synthese is dus de synthese van de DX7. En de DX7 was in de jaren 80 de meest beroemde synthesizer, omdat hij bepaalde geluiden had die in heel veel producties uit die tijd gebruikt zijn. Dus niet alleen de klank is enorm verbeterd, maar het gaat natuurlijk ook altijd om wat wij zeggen, de muzikale kwaliteit. Ja, dus pak nou even een Weense wals. Ja, Weense wals. Ik kom uit Weert, dat is niet ver van Maastricht. En in Maastricht zit er iemand die heel veel met Weense walsen doet. Die man heet André Rieu. Misschien wel eens van gehoord. Ja. En die is heel goed, denk ik. Want ja, kijk, ik woon op een appartement. Ik maak ook muziek. Maar hij woont in een kasteel. Dus dan zal hij wel heel goed zijn, denk ik dan. Maar ja, ja, ja. Maar goed, misschien als dit goed gaat lopen, misschien een mooie kasteel weer. Ja. Maar goed. Maar pak even de Weense wals. Ja? En de Weense wals is niet 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dat denken we soms. Het is 1, 2, 3, 1, 2. Dat is de Weense wals. Dus klopt het ook in de nieuwe Genos 2? Ook, let maar eens op. Dus je hebt echt het gevoel, ja, dankjewel. Ja, maar dat is voor André, hè? André, bedankt. Oh, ja, te gek. Oké. Maar hoor je, dus het is heel muzikaal ook. Dus belangrijk, het belangrijkste zeg ik ook nog steeds, van een instrument is de klank. Maar als je natuurlijk stijlen gaat maken, hè, dus als je toch begeleidingen gaat maken, dan moet je die toch natuurlijk ook echt wel zo goed mogelijk origineel benaderen. Dus niet alleen de klank, maar dus ook, wat zal ik zeggen, de muzikale kwaliteit is enorm verbeterd. In alle, en let op, 800 stijls. Als u de Genos koopt, zitten er 800 stijls in. 800 stijls, 3 intro's, 4 variaties, een break en 3 endings. Als je die allemaal al een keer gespeeld hebt, dan komt er al bijna een Genos 3. Zo lang duurt dat, hè? Bij wijze van spreken. Dus er zit heel veel muzikaliteit en alles in. Nu gaan we meteen maar ook naar die DX7. En als ik dat hier even, denk ik, laat zien. U ziet hier, daar zit allemaal FM sounds. En u ziet eigenlijk ook het logootje van de DX7. En ja, als ik eigenlijk het geluidje alleen laat horen, dan weet u meteen, dat... Dit is puur DX7. En dit is ook het enigste geluid wat de mensen van de DX7 gebruikten. Hij had 400 miljoen geluiden, alleen dit geluid had je nodig. Hè? Is toch mooi? Nou, maar daar hebben we ook heel veel stijlen bij. En dit is een prachtig lied uit de West Side Story. En dan in de versie van Barbara Streisand. Broadway Production heet de ding. En dan daar ook nog die DX7 bij. En daarna de nieuwe Cinematic Strikers. Dus eigenlijk strijkers voor filmmuziek.
en we zijn weg. Intro. Hoe klinkt dat? Hè? Dat is, dit is gewoon alsof het er geproduceerd is voor de film. Het is echt ongelooflijk. En dat komt ook, dat komt ook door heel veel nieuwe dingen. En als we eventjes teruggaan naar de drums die u onder andere hierbij hoorde. Kijk, drums wordt opgenomen, alle geluiden wordt ook opgenomen. Natuurlijk, maar de drums wordt uiteraard ook gesampled. En eigenlijk tot nu toe wat we gedaan hebben in alle keyboards, en dat doen ook eigenlijk alle andere fabrikanten. Hè, je hebt een drumstel, dat zet je in de studio, prachtige microfoons erbij. En dan ga je dat allemaal opnemen en dan speelt iemand bijvoorbeeld, even kijken, oké. Zo, oké. Ga eventjes, oké. Dus dit is de drums. Helemaal dicht bij het drumstel, ja? Zo klinkt dat een beetje. Okay. Alleen, wat het punt is, we horen hier de microfoons die vlak bij het drumstel staan. Maar wat ze vaak ook doen, is ze nemen de ruimte waarin dat drumstel staat ook mee op. Dat noemen ze de ambience. Jullie zeggen ambiance. Hè? Ik weet ook wel dat ambiance ook een beetje vrolijkheid is. Hè? Dat is een goede ambiance. Hè? Maar in feite is dat toch wel, ja, de ambiënte wat eromheen. En je kunt die ambiënte, die kun je gewoon traploos van 0 tot 127, kun je die regelen. Ja, dus ik heb hier eigenlijk, hoor ik, de opname van de drums met de microfoons die vlak bij het drumtoestel staan, hè, bij de drumkit. Nee? En nu ga ik de ruimte erbij halen. Droog. Ja, dus hij gaat echt meer in de ruimte staan. En dan hebben we natuurlijk daarbij ook nog het dynamic control. Ja, dus je kunt ook nog eigenlijk het dynamische bereik kun je ook nog afstellen of veranderen.
Ja, dus dat is die ambient drums. En straks ga ik daar nog een ander voorbeeld van geven van eigenlijk orchestral percussion. Daar hoor je dat nog, ja, eigenlijk nog beter bij. Maar goed, we gaan. Nog eens eventjes terug naar een hele simpele smooth tenor. En nu komen we meteen, wat voor mijzelf, ik zeg dat eerlijk, de meest ongelooflijke functie is die ik ooit in een keyboard ben tegengekomen. Ik zal het u even laten horen zometeen. Maar ik ga eerst even een stukje spelen. As Time Goes By, een hele simpele jazz ballad. Dat is mooi, dat klinkt maar net. Nou, oh ja, dankjewel. Oh, ja, dankjewel hoor. Maar ja, ik wil uw handen een beetje sparen, want er komen nog 34.000 voorbeelden. Anders geeft u straks misschien een beetje. Nee, maar goed. Maar kijk, als je vroeger, je kunt natuurlijk de stijl, en ik zie ook mensen van de club, waar ik ook wel eens vaak in de buurt hiervoor speel. En we weten allemaal, we kunnen een stijl, kunnen we harder of zachter zetten. Ja? Maar als die drummer doet, oem, tjak, oem, tjak. Oenk, tjak. En je zet hem zachter, dan doet hij nog steeds oenk, tjak. Nu kun je de stijl, de instrumenten, zachter laten spelen. Dus je kunt eigenlijk tegen je jongen zeggen, jongens, en dan gaan ze ook, de midi velocities gaan ook naar beneden. Dus ik heb hier bijvoorbeeld, ja, dus dit is de dynamic control. Ja. En nu ga ik hem naar beneden draaien en dan gaan ze zachter spelen, let op. En je hoort ook, de gitaar blijft een beetje harder als de drums. Dat is bij iedere stijl ook weer verschillend. Harder spelen, jongens. Dus je hoort echt dat de drummer gaat zachter spelen, de gitarist gaat zachter. Dynamic style control, voor het eerst in welk keyboard dan ook. Dus je kunt echt daardoor ook veel muzikaler. Hè? Want als je kunt hem wel zachter zetten, maar dan qua expressie spelen ze even hard. En hier haal je de midi velocities, dus je laat ze echt qua midi zachter spelen. En dat geldt ook weer voor alle 800 stijls. En dat is natuurlijk wel heel leuk. He? Dan kan ik ook, als ik zelf zachter ga spelen. Hey jongens, een beetje zachter. Harder. Dat is echt iets nieuws. En ik vind dat echt fantastisch. Dat maakt het ook natuurlijk allemaal ontzettend muzikaal. Oké, dus we hebben de fantastische nieuwe DSP's. We hebben de Dynamic Style Control. Ja. En dan hebben we ook natuurlijk
ontzettend veel nieuwe sounds. En laten we eens beginnen met de CFX-vleugel, dus de concertvleugel. Heel mooi touché en een prachtig vleugelgeluid. Dat is toch mooi? Of niet? Ja, nee, vraag het maar. Ik moet ook gewoon zeggen, hé, hey, Peter, wat is dat allemaal jong? nee, maar u bent al onder de indruk, ik merk het. Dat maakt allemaal niet uit. Dit is de CFX. En die CFX, zoals het een concertvleugel betaamt, die is natuurlijk altijd perfect gestemd. Hè? Want als je naar een concert gaat, dan wordt die vleugel altijd perfect gestemd. Mooi. Maar... En dat zijn dan de jongens van Martin Harris en zijn team. Dus wij hebben eigenlijk kun je zeggen, voornamelijk een Europees team. En natuurlijk ook die eigenlijk zorgen voor de content. Dus die eigenlijk bepalen wat er in het instrument komt, omdat het wereldwijd is. Ja? En Europa is natuurlijk ook qua muziek en qua muziekhistorie het grootste bolwerk. En wat hebben ze nou gedaan? En dat vind ik zo mooi. Ze hebben een oude vleugel ergens gevonden, of ja, gezocht misschien ook wel. En dat mag u gerust weten, dat is een Schimmelvleugel, een Duitse vleugel, uit, ik geloof, 1960. Dat kan ik makkelijk onthouden, want ik ben ook van 1960. Oké, dus dat kan ik heel makkelijk onthouden. En, zo ziet er goed uit. Ja, maar goed. Nee, ik heb het goed naar mijn zin. Hoe heet dat bier ook alweer? Maakt niet uit. Maar, oké. En die heet Character Grant. Zie, u kunt dat zien. Character Grant. En die is niet exact perfect gestemd. He, want als je thuis een vleugel hebt, die laat je ook niet iedere dag stemmen. He? En dat geeft een hele andere... Dit is de concertvleugel. Nou, de Schimmel. Dynamic Style Control, zachter. En dan komen ze vaak vragen als ik speel. Kan het wat zachter? Ja hoor.
En hoort het, hoe mooi die, oh ja, ja, hoe mooi die dynamic style control daar ook weer bij. Dus dat is toch hartstikke mooi. Kijk, hij is niet echt vals, maar net een beetje dat. En dat geeft hem ook echt een heel mooi karakter. Dat is toch gewoon hartstikke mooi. Hè? Of bijvoorbeeld hier voor zoiets. Ja. Alles. Dus dat is het mooie. He, dus je hebt echt een hele andere piano erbij. En soms heb je dit nodig voor je muziek, soms heb je dat nodig. Het is er allemaal in die Genos 2. En het is allemaal, eigenlijk wat ik in het begin al zei, qua muzikaliteit is dat echt wel mooi. Of bijvoorbeeld Udo Jürgens, kent u ook? Dat is een Duitse, die had een liedje dat heet Aber bitte mit Sahne. Ken je dat? Aber bitte mit Sahne. Dat betekent iets van graag met slagroom. Nou ja, goed, het zou wel. Maar daar hebben we ook een stijl voor natuurlijk, hè? Enzovoort, enzovoort. Dus je hebt je en de schimmelpiano, hè, dus en die Duitse piano, beetje, hè, en dan nog die stijl daarbij. Dat maakt het gewoon één groot feest. Of bijvoorbeeld zoiets nog eens. Hè. En dan misschien zeggen van, God, weet je wie Trok was? Nee, Toet Stielemans, oh. Het is allemaal ook altijd direct in balans, omdat het zo realistisch is. En hoe realistischer het wordt, hoe meer realistisch dat iets wordt, ja, hoe muzikaler het natuurlijk ook wordt. Oké, dan gaan we nu nog eens eventjes even kijken, want er is bank. Gaan we terug eventjes naar eigenlijk de jaren 80. En de jaren 80 was dus ook de tijd dat die FM synthesizer, de DX7, kwam. Dan gaan we weer even terug. En ja, ik heb hier een paar dingetjes uitgezocht. Het zijn eigenlijk drie verschillende liedjes, maar het is wel heel leuk. Dus laten we die maar gewoon doen. Oké, we zijn weg. Ethisch. Oké.
Wie kent dat nog? Wie kent dat allemaal nog? Niemand? Nee? Ja, toch, kom op. Ja, dat waren de ethies. Kom op, jongens, de ethies. 1980 ging ik in militaire dienst. Ja. En 1981 ben Yamaha begonnen. Dus het, meteen daarna, huppatee, weg ermee. Ja, dat is allemaal goed. Oké, dan gaan we nog eens kijken. Want ik een paar voorbeeldjes. Want het is ook niet makkelijk om dat te programmeren, die Style Dynamic Control. En we gaan gewoon eens een sambatje doen uit de jaren 60. En ik zeg, jongens, een beetje zachter spelen. Daar gaan ze weer. Kijk, en je hoort wel dat soms één instrumentje een beetje blijft hangen. Omdat je moet natuurlijk wel je begeleiding goed kunnen blijven horen. En welke akkoordjes dat er worden gespeeld. Dus ja, dat is gewoon te gek. Hele belangrijke feature. We hebben overigens, en u hoort het misschien al, een hele mooie galm. En dat klopt omdat Yamaha ook al een hele tijd eigenaar is ook, hoe heet het ook alweer, Jeroen? Steinberg, ja, van Steinberg. En deze duurste, zeg maar, reverb, ja, ik ben moeilijk in namen hoor, dus... Vandaar dat ik ook alleen ben, denk ik nog, maar goed, maar dat maakt niet uit. Hey Merel, oh sorry. Nee, maar kijk, dat is die Revelation Hall. En dus die zit softwaremäßig, net als software, helemaal in dit instrument. Dus je hebt echt de beste galm, nagalm die je kunt voorstellen in een keyboard. Dat is natuurlijk ook het mooie van Yamaha. Hè? Dus we maken alles, we hebben ook Steinberg en dan doen ze gewoon die super reverb ook gewoon in een Genos, ja, dat maakt natuurlijk allemaal wel heel mooi. We hebben trouwens nog een paar andere piano's. Deze is de Felt Piano. En u weet allemaal wel eens dat je, als je een oude piano had, dan kon je die heel zachtjes laten spelen en dan kwam er een soort vilt tussen de snaren en de hamers. Ja? En dat gaf een hele aparte klank. En die hebben ze ook heel mooi gesampled. Dus je kunt eigenlijk wat voor piano sound je ook nodig hebt, voor welke muziek dan ook, je vindt ze allemaal terug. En ze zijn afgeleid van die Schimmel en van de Yamaha concertvleugel. En nou komt het, er zit ook nog een echte piano in. Geen vleugelpiano, maar een buffetpiano, zeggen jullie, hè? Een buffetpiano. En dat is de U1, dus die hebben ze ook nog eens gesampled. Sorry, die moet uit. Net zoals ik vroeger. Ook niet helemaal perfect gestemd. Dus twee vleugelpiano's en een upright. Allemaal verschillende samples. Het is, ja, je kunt echt alle kanten op. Goed. Laten we nou eens eventjes naar iets heel anders gaan. We gaan naar 90s guitar pop, zoals u hier ziet. En daar ga ik ook eens even de ambience van de drum laten horen. Ik heb hier dus een rock drum kit. En als we
die laten horen, zoals de microfoons die er vlakbij stonden, dat opgenomen hebben, dan horen we dit. Ja. Ja. Nou. En nu kan ik ook dus nog eens weer eens die ruimte erbij. En dus dat is geen nagalm. Dat zijn microfoons die in de ruimte geplaatst zijn waar dat drumstel is opgenomen. Daar gaat hij nog een keer. Wel knap, hè? En straks horen we dat ook nog van orkest, dus van orkestpercussion. Dan weet je helemaal niet wat je hoort. Dus dat is dan echt, ja, alsof je hele grote filmmuziek aan het maken bent. Oké, okay. Heel veel nieuwe stijls. Zoals bijvoorbeeld deze hele mooie Ranch Cowboy. We zijn weg. Moet je opletten. Ik haal nu ook hier ook de ambience diepte eruit. En dan ook van die drums. We hebben natuurlijk galm erop, maar dit is het drumstel helemaal droog. Even de ruimte erbij. Ongelooflijk. Ongelooflijk. We hebben ook nog een keer, was het idee, omdat je dan ook erbij zou horen wat de buren horen. Dat leek me ook wel interessant. Dat was mijn idee, dat hebben ze natuurlijk niet gedaan. Ja, maar mijn buren vinden het altijd heel leuk, denk ik, als ik ga spelen, want dan gaan ze altijd heel hard meekloppen op de muren en zo. Dus ja, die genieten daar echt van. Dat merk ik gewoon aan alles. Nee, ik moet zeggen, ik heb het geluk. Ik zal u dat eerlijk vertellen. Ik heb sowieso een heel groot geluk. Want ik word binnenkort 2 keer opa. Ja, vind ik wel heel leuk, ja. Ja, dus mijn dochter is zwanger en ook mijn schoondochter is zwanger. Dus dat is toch fantastisch. Dus ik, opa Baartmans, ja. Ik weet ook al wat het kind krijgt als het geboren wordt. Genos 2 natuurlijk. Het moet gelijk, hup, in die wieg. Ja, ze kunnen niet vroeg genoeg beginnen. maar we gaan nu eens eventjes, een beetje, waarom eigenlijk ook niet een beetje naar de rock kant. En er zit voor het eerst, daar ben ik heel trots op, kijk eens, Dutch rock. Er zit een Nederlandse rockstijl in. En wie kent deze nog?
Focus. Wie kent nog Focus? Ja, hè? Thijs van Leer, Jan Akkerman. En ik vind dat heel leuk dat die stijl dat die er ook in zit. Dat is, ja, dat is gewoon heel mooi natuurlijk. Oké, okay, we gaan nu eventjes kijken naar nog ja, de drums, maar dan van de orchestral drums. Hè? Dus als er films worden opgenomen, dan komt er echt een heel orkest natuurlijk, waar dan ook echt orkestpercussie en alles bij zit. Dus deze is Movie Soundtrack, heet deze stijl. En even kijken of ik de goeie heb. Moment, zo. Ja, daar is hem. Ja. En ja, die heeft natuurlijk ook heel veel ambidept, hè, dus je hebt echt... Als ik die weghaal... De ruimte erbij. Klinkt dat? Ja, dat is toch niet te geloven? Ja, zo leuk. Het is ongelooflijk dat kan. En ja, dat maakt ook op mij echt ook nog ongelooflijk veel indruk. Dat moet wel gezegd worden. Oké. Dan krijgen we, laat nog, ja, ik heb hier een beetje shuffle rock, hè, uit de jaren 70 ook. Dat was toch de drie akkoorden rock. Ja, dus allemaal heel origineel. En we hebben bijvoorbeeld ook, ja, deze zult u ook echt wel kennen, denk ik. Rock, ja, oké. Okay. En dan is er ook hier weer natuurlijk een hele korte stap van rock naar een van de mooiste geluiden die ik persoonlijk vind.
En dat is gewoon de nieuwe, daar staat hij, de nieuwe Classic Nylon gitaar. Dus een akoestische gitaar met nylon snaren. Maar zo mooi gemaakt. En ik ben geen gitarist. Maar wat ik begrepen heb is dat je de eerste positie is dat je, geloof ik, alle snaren open hebt. Klopt dat? De eerste positie? Ja? En dat is deze sound. Ja, ook een van de mooiste, is natuurlijk ook een van de mooiste liedjes ter wereld. Dat moet ik ook eerlijk. Ik ben een enorme Jacques Brel fan trouwens ook. Maar goed, en dan hebben we hem ook nog in de vierde positie. Dat is als ze met de hand bijna op de nek, dus bijna bij die klankkast zitten. En dan klinkt hij anders. Ja, je kunt gewoon niet zonder. Je moet gewoon een Genos 2 hebben. Je kunt niet zonder. Dat is heel simpel. Ja, maar daar komt het op neer. En ik zie nu al eigenlijk, Jeroen van Yamaha heeft gezegd vanavond, Peter, laat even al die 800 stijls horen. Ik zeg, ja, dat is goed, maar dan krijg je wel een vette rekening. Ja, zit hij dan laat maar goed. Nee. Maar bijvoorbeeld, wie kent nog, ik ga even... En ook die stijl daarvan, die zit. Allemaal zo echt. Ja, dus wat je ook neemt, alles in dezelfde hoge kwaliteit. Of wat denk je van I am Barbara Streisand? Ik bedoel, ongelooflijk. Intro.
Ik kan u nogmaals 800 voorbeelden geven, als u even tijd heeft. Goed, heel veel groove spul natuurlijk. Hè. Deze, dat vind ik ook helemaal het einde. All right. Helemaal mooi gearrangeerd. En nog, ja, dank u wel. Maar ook vooral applaus voor de jongens die dat toch echt allemaal hebben gemaakt. Het wordt allemaal natuurlijk wel gedaan. En dat is echt heel veel werk. Er is ook heel veel werk aan besteed. En ik zei het al, 800 stijls. En ja, deze die mag natuurlijk ook niet eigenlijk ook niet ontbreken. En eigenlijk hoort dan toch ook weer wel misschien een mooie sopraan sax, waarom niet? Oké, we zullen eens kijken. Introotje 2. FM, zo mooi. Ik kan er nog, even kijken hoeveel heb ik gedaan, ongeveer 40. Dus ik kan er nog 760 laten horen. Ja, en ze zijn echt allemaal van dezelfde kwaliteit. Oké, we moeten nu even, ik geloof, naar 8. Oh nee, dat gaat wel heel snel nu. Dit is, vind ik zo mooi. Ik ben ook een enorme Barbara Streisand fan, moet ik ook wel eerlijk zeggen. En ik ga nog 2 dingetjes voor u spelen. En daarna ben ik ook nog hier voor vragen en zo en allemaal. Dus geneert u niet. Maar ik vind de film Gentle met Barbara Streisand, er zit ook hele mooie muziek in. Want die muziek is van, weet je ook weer, van die hele beroemde. Ja, ik kom even niet op. Erg hoor, dat is de leeftijd, hè? Ja, maakt niet uit. Sorry?
Nee. Die Jentel is van alleen die Franse die heel veel filmmuziek ook geschreven heeft. Hè? Ja. Ja? Ja, zeg het nog eens, Noord? Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja, die. Ja, of anders toch zijn buurman. Vlakbij. U zit vlakbij. Erg ik. Michel Legrand. Hé, hey, kom. Ja, ik zou bijna zeggen, alsjeblieft, maar mag niet van bed. Dus ja. Oké. Okay. En ja, dat ene liedje, Papa, Can You Hear Me? Dat is zo mooi. En daar zit op het laatst, let goed op, een heel klein, kijk op 6 City, een heel klein eerste viooltje in het origineel. Dat is zo mooi, tenminste, vind ik. Oké, okay, sorry hoor. Ja, dat is toch mooi? Ja, leutig, hè? Leutig, dat is echt Brabants. Ik ben eigenlijk echt... en natuurlijk ook... wat denk je? Chicago, dat vond ik natuurlijk ook allemaal geweldig. Hè? Dat was ook... sorry, dat moet ik weer aanzetten. Sorry. Allemaal echt kant-en-klare stijl. Dus als u hem thuis krijgt, dan kunt u dat ook precies zo doen. Ja, ik geef ook les. Heel duur, maar ik geef wel les. Heel duur, hè Bert?
Ja, Bert kan dat betalen, dus die mag te kijken. Dat was een geheim. Oh, dan mag ik nooit meer binnenkomen. Nee, dat is gewoon. Alles is gewoon helemaal fantastisch. Ik ga nog één dingetje spelen en daarna is er uitgebreid tijd voor vragen. Ik zal heus niet snel weglopen, maar even nog samengevat. We hebben die fantastische reverb. We hebben de ambient depth voor de drums. We hebben de style control, dat je de stijl echt zachter of harder kunt laten spelen. We hebben al die fantastische geluiden. Het klinkt gewoon helemaal fantastisch. En ik denk, ik moet dat eventjes even goed kijken. Want dit ga ik nu vanavond voor het eerst. Want dit is, dus ik ben wel een beetje... Maar dat is uiteindelijk van Top Gun, die film. Dat is, dus, en Jeroen gaat nou ook... Al een stapje naar voren, dus ik word nu helemaal zenuwachtig. Maar ik denk wel dat het goed komt. Dus we beginnen in ieder geval met OTS 1. Dat zou het hem eigenlijk moeten zijn, hè? Oké. Ja, we gaan het gewoon zien. Het zal wel goed komen. We zijn weg. Dames en heren, Genos 2, dank u zeer, dank u wel.